En er is veel potentie om de samenwerking tussen Suriname en India op gang te brengen. Dat kwam gisteren tot uiting tijdens de Business Circle, georganiseerd door de Suriname-India Chamber of Commerce and Industry. Wanneer je kijkt naar de handel en de investeringen tussen Suriname en India, zie je dat de potentie nog niet goed tot uiting komt, zegt Mahinder Singh Kanyal, de ambassadeur van India in Suriname. Hij vindt dat de samenwerking tussen de publieke en private sector van de twee landen beter benut moet worden. Some of the areas where private sector of both countries can collaborate, and I think it is the high time that private sector should come forward to promote trade and investment between the two countries. The private sector where both countries can collaborate are such as energy. Indian companies can collaborate in the power sector in Suriname in both conventional and non-conventional energy. Both countries are members of International Solar Alliance and can use this platform for increased deployment of solar energy technologies to enhance energy security and drive sustainable development. Infrastructure development opportunities can be explored in the infrastructure sector in Suriname, especially in basic infrastructure such as ports, bridges, flyovers, waterways, etc., through the public-private partnership route. Aldus Mahinder Singh Kanyal. Volgens Joan Ilahi, medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken, ziet de regering van Suriname de kredietlijn van India als een potentieel financieringsinstrument voor duurzame ontwikkeling. Afhankelijk van de categorie word je in een bepaald, afhankelijk van de status van je land, word je in een bepaalde categorie bepaald. En Suriname is in categorie 3. Wat zijn de voorwaarden? Welke sectoren projecten kunnen in aanmerking komen? Als lenend land zijn we volledig vrij om onze projecten, goederen en of diensten te bepalen op basis van onze eigen nationale prioriteiten. De projecten dienen wel te voldoen aan de voorwaarden van India, die vervat dienen te worden in een detailed project report. Ben je nog niet in staat om je detailed project te presenteren, dan mag je volstaan met basisinformatie waarvoor de werkgroep een projectprofiel heeft ontwikkeld. Als je als aanvragende organisatie wil weten waaraan je moet voldoen, India heeft zelf een aantal prioriteiten vastgesteld. De ambassadeur haalde het al aan. Ze zijn sterk in infrastructuur. Belangrijk is in de kredietlijn dat het moet gaan om goederen en of diensten die een meerwaarde ook voor India dienen te leveren. Dus ze mogen niet al een bestaande samenwerking omvatten. Alles Joan Ilahi, medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken, ze gaf gisteren een uiteenzetting van de kredietlijn tussen Suriname en India. De eerste Business Circle event is gehouden in het Courtyard bij Marriott Hotel.